Allee, bedankt. Klasse, geniet ervan, hè? Ja. Super. Salut. Hè. Dag. Wij van Antwerp zijn bezorgd uiteraard over al onze supporters. In het bijzonder ook over onze oudste supporters, onze trouwste supporters. Daarom hebben we besloten om een actie in elkaar te steken. We gaan pakketjes afleveren, een soort overlevingspakket afleveren bij onze abonneehouders die 75 plus zijn. We hebben een merchandise pakket van Antwerp zelf, dus een zak van Antwerp, een boek, zonnebril en een clubsjaal. Verder hebben we nog, dankzij Lidl, hier op de Bisschoppenhoflaan, hebben we een sponsoring gekregen. Zij hebben voor enkele voedingswaren gezorgd voor mijn pakket te steken. Verder hebben we ook nog een mondmasker dat we bij het pakket kunnen steken. Een wegwerpmondmasker dat we via het Peter van Titan Cargo hebben kunnen verkrijgen. Dus we zullen deze pakketten, zijn we nu samen met de jongens van Dynamite aan het samenstellen. En die gaan we ook verdeeld worden door de jongens van Dynamite. Conform alle richtlijnen, voldoende social distance en ook het samenstellen van de pakketten gebeurt met handschoenen en mondmaskers. De jongens van Dynamite hierachter die hebben de afgelopen weken al ernstige inspanningen geleverd en mooie initiatieven op poten gezet. En wij als club wouden er ook zeker en vast ons steentje aan bijdragen. Dank je. Dat is een pakketje. Ja, waar je dan aan de 50 jaar. Dank je. Alsjeblieft. Bedankt. Ik geniet ervan, hè. Ja. En tot binnenkort op een bazaal, hè. Ja.